4,5 inch Easy Shiner van Kitec. Is een nieuwe in ons assortiment. Combineert erg goed met de nieuwe Paradox loodkoppen. In dat geval de 6-0 haak. We hebben hem nu in een nieuwe uitvoering van 10 gram. Hele prettige om zo direct op het ondiepe te gooien met de 4,5 inch sheds. Tenminste ondiepe tot een meter of 2, zo 2, 3 meter. Kun je er heel prettig mee vissen. Nou zitten die Easy Shiners, zijn natuurlijk heel zacht. Wat super is voor de actie. Super is van dat de vis hem vaak wat langer vasthoudt tijdens de aanbijt. Er zit een lekker geurtje aan, dat helpt ook mee. Maar doordat ze zo zacht zijn, heb je gewoon kans dat ze wat snel scheuren. Zeker het stukje bij de kop. Als je een aanbuit krijgt, dat hij er toch vrij snel af ligt. Ik zal je laten zien hoe je een trucje laten zien hoe je dat kunt voorkomen. Als je hem gaat riggen, zet even met een filterstift of met een pen even een streepje op waar de haak eruit moet komen. En zet meteen even een klein gaatje in met een, je kunt het ook met een stipje doen, maar even een gaatje waar de cocktailprikker zo direct er doorheen moet komen. Nu zetten we hem er netjes op. Probeer niet te knijpen in je shed, want anders komt hij er in een S-vorm op. Zo, dan zit hij er netjes op en vervolgens kunnen we in dat gaatje kunnen we een cocktailprikker zetten, zo, en die knippen we even af, zo, en dan zit hij er echt muurvast op. Je ziet er eigenlijk niks van in je set. Maar die blijft gewoon achter de wirekeeper hangen. Die klikt hier eroverheen. Waardoor hij nu veel vaster zit. En ook heel makkelijk te verwisselen even goed is. Hè? Want als je starter bijvoorbeeld afgebeten zou worden. Dan is het gewoon dat dingetje er even uittrekken en je zet er een nieuwe op zonder dat je allerlei lijm eraf moet krabben. Want secondenlijm werkt op zich wel goed, maar is voor de tweede set die erop moet liggen vaak best wel vervelend. Dus even in het snel. We weten nou waar hij eruit komt aan het eind. Dus dat is ongeveer een halve centimeter van het einde van je set. We zetten hem erop, zo. We zetten er een cocktailprikker doorheen, waar hij achter komt te zitten. En we pakken de clipper, of een nagelklippertje is ook prima. En we klikken hem eraf, waardoor hij er echt als een huis op komt te zitten. Ja, en zo gaan ze een heel stuk langer mee.